Hallo, ik ben Jetsen en ik word geïnterviewd door Idas en Elitja. Waarover gaat de voorstelling? Ja, de gaat eigenlijk over een groep mensen die eerst heel veel hebben en uiteindelijk heel weinig overhouden en wat er dan gebeurt. Dus ik denk ook steeds dat de titel ooit eigenlijk heel lang was en dat er langzaam steeds ook woorden zijn weggehaald van die titel. Dus van die hele titel is alleen nog maar de over. En van deze voorstellingen, van dit verhaal, blijft ook maar heel weinig over, denk ik. Hoe gaat het eruit zien voor het decor? Ja, dat is ook al een pijnpunt, want ja, ik denk ook dat het decor ook al een beetje is weggehaald. Maar ik ga proberen om een decor in je hoofd te maken. Dat je zelf mee verzinnen. Ja, nou, ik wil eigenlijk ook nog in jullie hoofd met mee bemoeien wat jullie zien. Dus ik wil eigenlijk dat jullie ogen niks zien, maar dat jullie hoofd precies zien wat ik ook zie. Dat klinkt gek, hè? Ja, gaat er mooie muziek zijn? Er is wel muziek, ja. Maar of die echt mooi is, er is ook vooral heel veel geluid. Want alles wat je... Ik wil dus eigenlijk dat we ons gaan voorstellen dat er van alles is. En dat doe ik doordat we een beetje gaan pantomimen. Dus weet ik veel, als ik zo doe, dan ben ik op een fiets aan het rijden, bij wijze van spreken. Maar dan hoor je dus ook heel goed die fiets over de weg en over een stoeprand en zo. Dat hoor je allemaal. Dus je hoort wel de geluiden, maar je ziet het niet. Wij twee zijn klaar met de vragen. Ik hoop dat ik niet te lang was voor het filmpje. Nee, ik denk kunnen ook niet. Allemaal de saaie stukken eruit knippen, hè, van mij.